Het hoogste punt van de eerste huizen van het woningbouwproject City of Para aan de Suralco-weg is gisteren bereikt. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, omdat de woningnood in Suriname vrij hoog is. Sozafu speelt daarop in door de begunstigden te helpen aan een lening. Vanaf 2012 konden geïnteresseerden zich registreren om in aanmerking te komen voor een perceel in City of Para, een initiatief van Stichting Projecten Ontwikkeling Para. Bijna 2000 personen hebben gebruik gemaakt van die gelegenheid. In de beginfase zullen er 70 woningen gebouwd worden, maar aan het eind moeten er totaal 1200 woningen verrijzen op het project van 196 hectare. De financiering van de woningen loopt via de Surinaamse Postspaarbank. De uitvoerder is aannemingsbedrijf Fastfine International NV. Sozafo onderdirecteur Patricia Sabayo zegt dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de droom van trekker Ricardo Panka zoveel mogelijk ondersteunt. Dus voor ons is het een enorme eer. We zijn enorm trots. Ik heb meneer Panka al een tijdje gevolgd. En we zijn enorm blij dat we hier kunnen zijn en dat wij met onze deskundigen, want hier zijn de mensen van Volkshuisvesting, een bijdrage kunnen leveren. Heeft u al een globaal beeld hoe u een bijdrage kunt leveren? Ja, we hebben een technische mannen, tekenaars, bouwvakkers, urban planners, beleidsmedewerkers op het niveau van huisvesting. En whatever hij nodig zal hebben, als we kunnen een bijdrage kunnen leveren, willen we het gaan doen om het probleem huisvesting eindelijk te helpen oplossen. Hoe groot is het probleem van huisvesting momenteel? Het is een zeer groot probleem. En er zijn op dit moment tussen 20.000 en 30.000 mensen die geregistreerd zijn voor een woning. En het leek erop dat het heel langzaam gaat om dat probleem op te lossen. Maar we gaan daar naartoe. De president heeft het beloofd, we gaan er naartoe. We doen ons best. En dit is de eerste stap. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling ondersteunt het project onder meer met de bouw van de woningen en het betegelen van de straten. De cursisten van het instituut worden zo ingezet om werkervaring op te doen, zegt SAO-directeur Adit Kumar Seonandan. We hebben heel recent een samenwerkingsovereenkomst getekend met meneer Panka. Om ook onderdeel te mogen zijn in de ontwikkeling van dit hele project. En waarom SAO vandaag hier is, eigenlijk zijn we een opname komen doen. Want SAO gaat met cursisten de straten hier bestraten met straattegels. Hoeveel kilometer gaat dat? Nou, dat gaat gefaseerd. Dus we gaan eerst, denk ik, 300-400 meter doen. En dan gaan we verder zien hoe de zaak zich ontwikkelt. En hoe zijn jullie op het idee dan gekomen om de cursisten te betrekken bij dit project? Dat is eigenlijk een werkwijze van SAO. Het gaat eigenlijk meer om on-the-job trainingen. De bedoeling is dat we in de eerste fase misschien zullen werken met cursisten vanuit de stad. Maar eigenlijk zal het zo moeten zijn straks dat de mensen van hier, dus de lokale gemeenschap, in training gaan en dus on the job. Dus terwijl de training verzorgd wordt, wordt dat werk ook gedaan. Directeur Adit Kumar Seonandan van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. We spraken hem gisteren op het woningbouwproject City of Para, waar het hoogste punt van de eerste huizen is bereikt.